Bij Wageningen University in Research, bij de Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen, zijn verschillende modellen ontwikkeld. Bijvoorbeeld voor kasklimaat en voor de gewasgroei in die kassen. En met die modellen kunnen we op basis van de groeicondities het aantal kilo's productie voorspellen voor verschillende gewassen. Maar we willen heel graag ook de kwaliteit van die kilo's kunnen voorspellen. En daarom willen we een model ontwikkelen om op basis van de groeicondities productkwaliteit te modelleren. Consumenten vinden het natuurlijk fijn om lekker smakende producten en ook lekkere tomaten te eten. En telers willen ook graag lekkere tomaten produceren. En met dit model willen we telers straks kunnen helpen om zo efficiënt mogelijk die lekkere tomaten te produceren. In onze business unit maken we al jarenlang gebruik van simulatiemodellen. Dit zijn computerprogramma's die een bepaald proces of object nabootsen. En in ons vakgebied is dat dan bijvoorbeeld een klimaat in een kas op basis van het buitenklimaat. Of de groei van een gewas op basis van bijvoorbeeld teelthandelingen. Met ons kasklimaatmodel kunnen wij heel gedetailleerd het klimaat rondom een plant simuleren. En dit klimaat wordt door het gewasmodel weer gebruikt om de groei van het gewas te simuleren. En we zijn nu bezig om op basis van water rondom de wortel van de plant van iets te kunnen zeggen over de smaak van een tomaat. De modellen die we hebben ontwikkeld, die moeten ook worden gevalideerd met praktijkmetingen. En dat wordt gedaan door onze onderzoekers in de kas. Als plantenfysioloog onderzoek ik de groei van de plant en van de vruchten op basis van de groeiomstandigheden rond die plant. In dit onderzoek naar de vruchtkwaliteit van tomaat kijk ik specifiek naar de stromen van water en suikers de vrucht in. De suikers in de plant die worden door de fotosynthese en licht gevormd. En de vruchten krijgen een bepaalde kwaliteit afhankelijk van die suikers in de plant en van het water in de plant. Als er bijvoorbeeld heel veel suikers in de plant zitten, krijg je natuurlijk hoger suikergehalte in de vrucht. Maar daarmee kan de vrucht ook harder water onttrekken aan de plant, waardoor die weer harder groeit. De validatie gebeurt niet alleen door metingen in de kas aan het gewas, maar ook door metingen in het lab aan de vrucht. En we meten daar bijvoorbeeld de stevigheid, we meten het zuurgehalte, we meten de brix. En die informatie gebruiken we om te valideren. In het vruchtmodel berekenen we de gehaltes aan opgeloste suikers, zuur en zetmeel. Dit zijn namelijk drie hele belangrijke kenmerken van vruchtkwaliteit. De opgeloste suikers noemen we ook wel de brix-waarde. En deze kenmerken kunnen we dus voorspellen met het model, zodat de telers uiteindelijk hier iets aan hebben. We doen dit onderzoek nu voor een standaard type tomaat en we willen het later uitbreiden zodat het toepasbaar wordt voor meerdere segmenten van tomaat en andere gewassen. We blijven steeds proberen om onze gewasmodellen te verbeteren waarmee telers hun productkwaliteit kunnen verhogen. Ik hoop dat we uiteindelijk een model hebben wat kan worden gebruikt om te zoeken naar de gewenste balans tussen productie en kwaliteit. We gebruiken daarbij de nieuwste wetenschappelijke inzichten om de vruchtkwaliteit te voorspellen.